Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe fanmail en dit is aflevering 38. Ik heb een pakketje natuurlijk, absoluut. En ja, het voelt aan als een film of een DVD of een spel of een weet ik veel. Ik ben heel benieuwd. Het is iets wat ik eigenlijk al eerder heb tegengekomen. Ik zie het in de cam, maar dit is gewoon Vincent's helikoptersimulator. What the hell? Helikoptersimulator. Search and rescue. Dat is gaaf. Ik krijg gewoon een simulatiegame. Wauw, en ik krijg er ook nog twee dingen bij. Ik zie hier een tekening. Wow. Een Donald Duck. Kijkt een beetje schil en lief eigenlijk. Allebei. Gaaf gedaan. Wel helemaal uit de hand getekend. En nog een brief. En ik ben heel benieuwd. Het is een hele kleine brief. Echt mini. Dus ik ga gewoon heel lang lezen. Anders duurt het fan me heel lang. Duurt het heel lang voordat het voorbij is. Hoi Vincent. Hoi Vincent. Ik vind jouw kanaal geweldig. Ik heb speciaal een game voor je gekocht. Echt lief. Hopelijk vind je het leuk. Absoluut. Het zou helemaal vet zijn als je er een keer een gameplay van wil maken. Groetjes, Dolores. Nou Dolores, ik ga 100% een gameplay ervan maken. Dus zeker weten ga ik dit even laten zien aan de mensen ook. Het is voor 7 jaar en ouder. Je ziet het staan, helikoptersimulator. Ik weet ook niet uit welk jaar het komt. Meestal eet zoiets 2005, 2006. Maar deze komt volgens mij redelijk uit de jaren. Ik haal dit hoesje er even af om te laten zien hoe de voorkant eruit ziet. Maar dit ziet er echt heel gaaf uit. Helikoptersimulator. Ik ben natuurlijk wel een simulator fan. Kijk, ik doe hem binnenin even, jongens. Of Dolores. Ik doe hem even binnen, zo. Ja, ik ben wel een... Ik ga ze lezen wat op de achterkant staat. Vliegen in de mooiste helikopters ter wereld. Bedwing dagelijks grote bosbranden en spoor vermiste mensen op. Je hulp wordt ingeroepen bij onmogelijke reddingsacties. Onmogelijke reddingsacties? Waarom als het onmogelijk is, moet ik het dan nog gaan proberen? Dit is echt wel zo'n die-hard game, heb ik zo'n gevoel. Weet je al zo'n game, dat je gewoon amper die helikopter kan besturen, omdat die of snel gaat neerdalen, of er gaat iets mee gebeuren. Je hulp wordt ingeroepen bij onmogelijke reddingsacties. Test jouw vliegvaardigheden tot het maximum. Kies voor iedere missie de juiste helikopter. Daar moet je ook nog rekening mee gaan houden, van ja, nou, daar mag ik zo hard vliegen, of daar staat weer een bordje met 50 km per uur, dan moet ik weer de juiste helikopter kiezen. Houd rekening met de weeromstandigheden en breng de missies tot een goed einde. Krijg je dat ook nog eens? Sneeuw, regen, hagel, wind. Je zult vele natuurrampen en onvoorziene situaties moeten bedwingen. 8 realistische helikopters en 45 uitdagende missies. Ontdek meer dan 200 km hectare gedetailleerd terrein. Verander de weersomstandigheden gedurende operaties. En uitgebalanceerde realistische vliegcontroles. Ik herhaal het nog een keer. Uitgebalanceerde realistische vliegcontroles. Stel je voor, Vincent is een helikopter. Er zijn weer 500 knopjes. Welke moet Vincent drukken? We weten het niet. Ik ben heel benieuwd hoe ik ga falen in deze game. Ik ben er nu al allergisch van de helikopters. Nee, ik ben wel benieuwd. Ik kijk voorwaarts naar deze game. Hou mijn kanaal in de gaten. Ik ga het zeker een keer er ergens tussen proppen. En ja, bedankt voor de fanmail. Wil je ook een fanmail sturen? Dan kan de stuur even mailen naar vincebrits@gmail.com. Dat je mijn adres wil. En dan kom jij in de video met jouw fanmail. Zo is het. Doeg!